Holy moly! Welkom en leuk dat jij kijkt naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Knol Power! Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Mijn naam is Enzo Knol en jeetje wat heb ik er zin in. Ik heb hele vette nieuwe updates voor jullie. Als allereerste een nieuwe texture pack update. Ik zal de download meteen in de beschrijving zetten voor jullie. Dus als jullie de allernieuwste texture pack willen met de nieuwe updates die ik straks even ga vertellen en ga laten zien, dan zal ik hem snel gaan downloaden. Ik ben heel erg benieuwd of jij hem gaat halen. En daarnaast heb ik hele toffe nieuwe reacties. Ik ga er nu eentje in beeld laten komen van Camille Docs. Doef. Enzo, het is belangrijk. Dus ik dacht van, wow, belangrijk. Ik moet het snel lezen. Dus ik klik op meer lezen en wat stond er toen? Ish. Mag ik een koekje? Wat? Natuurlijk mag jij een koekje. Ik heb nog veel meer leuke reacties. En die kwam van Timon Harmsen. Toef. En zo neem voortaan altijd Enderpearls mee naar de Nether. Voor als je in de lava valt, dan kan je ergens naartoe tp'en. En toen dacht ik, waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? Dus heel erg tof, bedankt voor die vette update. Laat ik trouwens heel eventjes gaan eten en even een klein beetje adempauze gaan nemen, want anders dan kan ik niet de hele aflevering enthousiast worden. Oh my god. Ik wil jullie gewoon heel veel laten zien en vertellen en het zijn gewoon hele vette updates. Ik moet als allereerste nu even een sign zien te vinden, want ik zat eraan te denken, wat nou als ik hier zo een bordje gaan plaatsen en dan gewoon neerzet wat ik mee... Wow, wat is dit nou? Oh, ik dacht dat het een zom... Die is lekker in de Nether. Ik dacht, wat nou als ik signs ga plaatsen met dingen die ik mee moet nemen, zoals enderpearls of een enchanted apple. Die kan ook nog van pas komen. Wat moet ik nog meer meenemen? Een goede pickaxe. Dat is ook altijd heel erg belangrijk. Wat kan ik nog heel goed gebruiken? Eten. Eten niet vergeten. En dit vind ik al even relaxed, want elke keer als je dan in de Nether gaat, dan denk je check. Ja, die of die is dan één van de twee. Zodat je je altijd kan redden uit de lava. Ook al denk ik dat die veel beter is. Maar die is wel veel duurder. Enderpearls hebben we al aardig wat van. Jullie zien dat ik heel even had doorgemined. Ik ben nu level 39 en ik heb ook nog iets anders heel erg vets gedaan. Maar eerst wil ik nog even deze reactie in beeld laten komen van Indie Kruijer. Toef! Hoezo kwam de video zo laat? En Chantal Lovely zegt het renderen ging fout. Ik vind het echt ongelooflijk vet om te zien dat jullie gewoon antwoorden op elkaar. En dat de antwoorden dan ook nog eens kloppen. Dus heel erg bedankt Chantal Lovely voor het beantwoorden van die vraag. Dan hoef ik het niet altijd zelf te doen, want er zijn echt bizar veel reacties. Maar gisteren was de render fout gegaan, waardoor die om 8 uur online kwam in plaats van 7 uur. Mijn excuses, heel erg raar. Misschien hadden jullie het gezien bij de vlog dat de hele tijd iets ging knipperen. Zo knip. En dat had ik ook bij de Minecraft, heel vervelend. En dan heb ik nog een reactie. En dan ben ik er helemaal klaar voor. Dan gaan we op avontuur en actie erbij halen. Deze is van Rinus Kasi en die zegt, Enzo, waarom zet je de beacon niet in het nieuwe kamertje waar de chests in zitten? Zegt Luc Rappard daarop. Gaat er waarschijnlijk echt super tof uitzien, denk ik. Hij heeft nog zo een beetje zo zijn twijfel, maar let op. Pam, 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 pam. En ik heb hier buttons neergezet zodat het nog veiliger is. En zodat niet creepers zomaar als ze op een iron pressure plate gaan staan, dat ze erin kunnen komen. Holy shit, ja, ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Ah, hier ben ik echt een hele tijd mee bezig geweest, want eronder moest allemaal iron komen. Dus ik heb ook niet zo heel... Ja, ik heb nog wel heel veel iron, maar niet zoveel als eerst, want toen had ik echt... Ik heb echt heel veel gebruikt. Hieronder heb ik bijna alles vol gewoon gepropt. En nu zie je dat ik daar ook twee gele bloks heb geplaatst, zodat het gewoon geel wordt. Ik vind het echt heel erg vet. En het ziet er veel epischer uit dan hier. Dit moet ik nog wel maken, maar ik had er niet zo heel erg veel zin in. Ik heb hier nog even wat eten in gedaan, zodat ik dat straks eruit kan halen. Maar eerst, dames en heren, moeten wij eventjes wat hout zien te vinden. En dan met dat hout gaan wij eventjes sticks maken. Want, weet je wat ik voorbij zag op Google? Dat is namelijk een hele vette banner. Ja, niet een banner voor je YouTube kanaal banner. Maar een banner die je kan gebruiken in Minecraft zelf. Kijk,
Een yellow banner. En ik dacht, misschien is dat vet als decoratie hier zo. Even, oh, hier kan ik hem plaatsen. Als ik hem kapot maak, krijg ik hem dan weer heel terug? Ja, super. Huh? Niet op elkaar? Huh, what the fuck? Dan stekken ze niet meer of zo? Hoe kan dat? Het ziet er vet droog uit als ik ze weer in mijn handen heb. Zie je dat? Hallo? Oh shit, heb ik nu in geplaatst? Huh? Wat? Wat is dat? Holy shit, dit bugt als een malle. Heb ik... Wow, dat bugt echt als een malle. Of hoort dat zo? Ik heb geen idee. Ik heb die banners nog nooit gebruikt. Maar ze zijn niet allemaal dezelfde of zo. Ze stekken dan niet meer. Ja, ik dacht misschien is het leuk om daar bovenop te gaan. Wacht, ik pak even snel wat blokjes. Als dit me te veel begint te irriteren, dan zet ik hier denk ik ook van die knopjes neer aan de zijkant. Want ik kom er niet... Kijk, nu staat dit er heel dichtbij, dus kom er wel doorheen. Maar andersom, als je er niet goed overheen loopt, is het soms wat lastig. Maar oké, dat terzijde. Laten we even hier opgaan en even... Oh, wacht. Even checken. Ploem. Ja hoor, dames en heren. Ik vind het mand heel vet. Twee keer staat er mand. Waarom? Dat was laatst ook al een keertje. Ik heb geen flauw idee. Uh-oh. Hop, hop. Hop, hop, hop naar Gangnam Style. Zo, kijk eens aan. Kunnen we het ook nog een keertje hier doen? Nee. Misschien is het vet om het helemaal zo erlangs te hebben. Om echt helemaal zo eromheen. Oh my god. En zo, dat is episch. Ja, dat is echt super episch. Oké, dat is gaaf als we weer meer... Weet je wat, dat gaan we gewoon deze aflevering ook doen. Waarom niet? Ik maak gewoon even een schaar. Kijk, gewoon niet zo moeilijk doen en zo. Niet uitstellen en zo. Gewoon er werk van maken. Wat ga ik nou allemaal doen? We pakken gewoon dit. Ik had helemaal niet zoveel nodig, maar maakt niet uit. En we doen gewoon dit. De rest van het iron doen we daarin. En we gaan meteen naar de schapen toe. En dan gaan wij het gewoon fixen. Oh, dat was een beetje stom. Hoppakee. Ik zal jullie straks ook nog even iets laten zien waar ik het de vorige aflevering over had. Wat ik graag aan jullie wilde laten zien. Het is echt super vet. Het is heel episch zelfs. Oké, daar gaan we. Voor al het gele. Lol. Hoe komen die schapen hier toch weg? Ik snap het niet. Ik heb alles gewoon dicht gemaakt. Nergens kunnen ze eruit. En alsnog zijn ze gewoon buiten hun kooi, buiten hun gebied. Heel erg vreemd. Als iemand mij een goede verklaring kan geven, laat het alsjeblieft weten in de reacties. Oh, jongen. Die schaapjes die zijn echt super ondeugend. Ik denk niet dat ik heel erg ver ga komen hoor, met die yellow banners. Wow, ik heb er wel 30. Wow, dat ging sneller dan ik had verwacht eigenlijk. Oh, dat is een witte. Zo, merci beaucoup. Meestal als ik... Oh shit. Anders dan snap ik wel waarom ze ontsnappen. Maar meestal kan ik maar een paar dingetjes in het buitenland zeggen. En dat zijn echt de meest standaard dingen gewoon. Zoals, ja, merci beaucoup. Of bonjour. Of au revoir. Zouden jullie... Au. Au revoir. Stom. Oké, we gaan nog even die 5 banners plaatsen, dames en heren. En dan ziet het al wat mooier uit. Homp. Lopen op het platteland doe je met een klomp. Oh, kan ik die nog goed plaatsen? Nee, dan plaats ik hem schuin, ben ik bang. Even kijken en... Ah, shit, die heb ik net ietsje schuin geplaatst. Zie je dat? Nou, ik ga hem meteen wel even goed zetten. Raar dat je, als je ze gaat hakken, dan zie je niet of ze beschadigd zijn of niet. Maar dit is wel heel erg vet. Dus ik ben benieuwd wat de rest van de gasten hiervan gaat vinden. Zo, en ik ben ook benieuwd trouwens wat jullie van gaan vinden. Want ik vind het zelf nu wel cool, maar jullie moeten het natuurlijk ook cool vinden. Oké, ik zal eventjes laten zien wat ik precies heb gedaan, dames en heren. Kijk, het huisje is weer helemaal opnieuw gebouwd, helemaal gemaakt en weer fresh. En er zitten villagers in. Alleen ik heb nog geen flauw idee wat de... Oh, dat is een cleric. Dat wist ik dus niet. Die moet ik gold en rotten flesh geven. Oké, goed om te weten. Ik denk dat ik ze straks meteen even ga levelen. Hallo, dit is een Leblarian. Silk Touch 1, oh my god. Wow, wel 12 emeralds. Dat is best veel. Maar laten we eerlijk zijn, Silk Touch is een supergoeie enchantment. Dus ik ben wel blij met die villager. En waar is die andere? Oh, die zit... Wow, ze zitten allemaal hier in de hoek. Hey, oh, dit is een armor. Een armor. Dat is echt zo'n woord. Dat komt echt altijd... Lijkt wel een beetje op man met snor. Hey man, man met... Nee. Hey man met snor hier. Hey, doe eens normaal. Jij man met snor overheert, man. Nou, wel een klein beetje goede impressie, toch? Ik doe heel erg mijn best. Laten we dit even allemaal terugzetten. Want anders is het weer binnen no time een troep van hier tot Tokio. Zo, we moeten het wel een klein beetje netjes houden. En een wol hier. En ik moet hier nog even een gereedschapkist maken.
Maar die kan ik zo niet 1, 2, 3 neerzetten. Dus weet je wat, ik doe hem nu heel even bij wapens. Want ja, je kan ook gewoon iemand aanvallen met een schaar. Laten we nou eerlijk zijn. Dit ook nog eventjes weg. En dan gaan wij nu, dames en heren, eventjes enchanten. Oh, ik wil allemaal veel te snel. Dus dan leg ik deze bijvoorbeeld al weg, terwijl ik die gewoon nog nodig heb. Hey, diamonds heb ik ook nodig. Dankjewel daarvoor. Gaan we even naar de crafting table. Ja, ja. En dan gaan we er eerst voor zorgen dat wij gewoon nog wel even een goede pickaxe krijgen. En daarnaast wil ik eigenlijk ook wel heel erg graag een ander zwaard. Want dit zwaard is niet het allerbeste zwaard wat je kan hebben. En dat komt gewoon puur door die benen van Trop. Dat verneukt het gewoon heel erg, vind ik. Oh, ik verneuk. Oh, het is een beetje een grof woord. Ik bedoel, dat verpest het. Hè? Vinden jullie ook niet? Zijn jullie het mee eens? 3, 2, 1. Ja. Oké, nog een keer. 3, 2, 1. Ja. Dankjewel. Nou, daar gaan we. Hopelijk hebben wij wat geluk. We gaan als allereerste wel het zwaard doen. Ho! Zo, dat was niet echt lekker. Moly, moly, moly. Dit is een supergoed zwaard, man. Sharpness 3. Damn, en die knockback, dat doen het er gewoon. En die unbreaking 3, dat zorgt ervoor dat die heel erg lang meegaat. Nu nog de pickaxe efficiëntie. Ja hoor, die had ik hier op deze ook. Hopelijk nog wat extra's erbij. En misschien niet, nee. Maar dit is helemaal niet zo erg. Dit is helemaal niet zo erg. Nee, dit is echt helemaal niet zo erg. Weet je wat wij nu gewoon gaan doen? Ik heb geen idee trouwens waar ik zo'n anvil heb. Ik dacht dat die hier ergens stond, maar... blijkbaar niet. Dus weet je wat wij gaan doen? Wij gaan zelf even een anvil maken. Tenzij die hier ergens tussen staat. Misschien. Schaap! Ga daarvan af, want je staat... Dankjewel. Oh, misschien kan ik nog wel even wat meer aardappels pakken. Rauw. Bake it. Nou, dan moeten we die bake it wel gewoon hier even in de food chest doen. Die ik nog wel allemaal binnenkort ga verplaatsen. Naar een andere plek, zodat het allemaal... Nou ja, ik had het verteld in de vorige aflevering. Zodat het allemaal nog dichter bij elkaar staat. Oh, laat ik eerst nog even een enchantment gaan doen. Laat ik eerst even die anvil gaan maken. We zijn er echt productief bezig, dames en heren. Dat komt natuurlijk omdat ik gewoon even in mijn eentje ben. En dan ben je echt heel erg productief bezig. Omdat je geen gouden hoer hebt verder. Ik moet heel even denken hoe ik ook alweer een... zo'n ding maak. Zo'n anvil. Weet jij dat, Davy? Hoe maak je een anvil in Minecraft? Nee, dat weet je. Wil je dat misschien voor mij op Google opzoeken? Ik heb een anvil nog nooit gemaakt. Even zonder gein. Dus, sorry, het spijt me dat ik het niet weet. Even kijken. Weet je wat wel echt super tof is? Want dat zou ik binnenkort wel laten zien. Ik heb een soort van boekje gekregen. En dat is een soort Minecraft redstone tutorial. Ja? Oh, iron ingot. Oh, oké. Dus moeten we dit doen en dan bloep. Ja, nog eentje in het midden. Oh, zo. Oh, kijk. Nou, laten we er dan meteen twee maken. Hopsakee. En dan zetten wij deze daarboven neer. Ah! Oh, shit. Nee. Oh. Super stom. Nu is hij meteen beschadigd. Oh my god. Oh, ben ik toch een oelemloen. Nou, even kijken. Oh, shit is going down, dames en heren. Efficiëntie 5. Wat nou als ik het andersom doe? Zijn de kosten dan anders? Ja, lol, dan is hij 7. Oh mijn god, en nu is hij 5. Nou, we doen het natuurlijk met 5. Hoppakee. Misschien gaan we nog even een leveltje omhoog als we dit eten eruit halen. Nee, dat XP valt toch wel een beetje tegen. Oh. Hè? What the fuck? Ja, laten we er dit in doen. Misschien aan het einde van de aflevering... Ah, krijgen we toch nog iets meer erbij. Wie weet, dames en heren. Baked potato, daar heb ik wel even zin in. Ah, dankjewel. Ja, ik zet deze wel gewoon even rustig hier neer. Zo, die is niet beschadigd. Dat scheelt. Oh, even mijn webcam iets omhoog doen. Ah, anders dan zie je zo... Wat is er gebeurd? Ja, daar ben ik weer. Mijn hoofd hier werd even afgehakt. Oké, laten we deze even naar binnen gaan doen. En laten we even wat gold gaan pakken. Ja, dat is wel genoeg gold, denk ik. En laten we even wat rotten flesh gaan pakken. Ik zal trouwens straks de updates even laten zien van de texture pack. Even kijken, rotten flesh. Hier rotten flesh, hier rotten flesh, hier nog gold. Oh my god, dit wordt zo nice. En waar zijn bones? Heb ik bones? Want dames en heren, bones, geloof het of niet, zijn veranderd in de texture pack. En de konijnen. Maar ik zie niet dat de konijnen veranderd zijn.
Ik wil een goede texture pack. Ja, likje eten. Ja, hele rare. Maar het likje is dat. Maar de konijnen moeten veranderd zijn. Maar Thijs had eerst alleen de bruine konijnen veranderd. Maar toen zei ik, nee, ik heb alleen maar zwart-witte konijnen veranderd. Die in het... Hij zei, als het goed is, is het nu gelukt. Maar zoals je ziet, het is helaas nog niet goed gegaan. Maar dat fixen we dan de volgende keer wel even. We gaan eerst even naar deze villager toe. Wie... Oh, kijk, jij wil al dat rotten flesh. Nou, dat mag jij hebben. Dan wil ik die emerald voor jou. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. En hier nog, hoppakee. Even kijken of hij nu al gaat levelen. Nee, helaas. Nou, laten we dan even... Hij gaat wel levelen, hij gaat wel levelen. Wat krijgen we erbij? Nou, niet iets waar ik echt op stond te wachten. Gaat hij nu weer level omhoog? Was hij al bezig met level omhoog gaan? Even kijken, kom op. Ja, hij gaat weer level omhoog. Wat hebben we erbij gekregen? Een Eye of Ender en Glowstone. Nu denk ik ook niet echt dat we dat gaan gebruiken. 11 emeralds voor een Eye of Ender. Nou, dat is niet echt een hele goede deal. Oh, wat? Wat? Oh, dan telt hij gewoon voor daar. Oh, dat meen je niet. Ik wist niet dat het zo werkte, joh. Echt nooit geweest. Gaat hij weer levelen nu? Laten we het hopen. Oh, hij gaat weer levelen. Komt er nog wat bij of blijft hij hierbij? Oh! Bottle of Enchantment. Maar... weet niet of dit zo handig is. Nou, laten we nog één keertje kijken of hij gaat evolueren. Zo, nou, laten we deze gaan inleven. Zo. Oh, lol, ik ben gewoon level 30 geworden. Super nice. Kunnen we weer enchantment doen. Oeh, oh, hij gaat weer levelen. Kijk. Oh, nee, damn it. Nou, hij gaat niet meer. Wow. Oké, hier heb ik heel veel kool voor nodig. Nou, dan gaan we gewoon even de kool halen. Gaan we kijken wat die aan het doen is. Misschien kunnen we ook iets meteen voor die andere meenemen. Nu raken we die village namelijk nooit meer kwijt. Ah, papier. Maar ik heb niet zo heel veel papier, ben ik bang. Dus, nou, laat ik maar gewoon even één papiertje halen. Oh, oh, dat ging iets te snel. Oh, dit is zo lastig. Oh nee, wat doe ik nou? Oh nee! Als ik die induw, gaat die andere deur. Oh, dat was echt super klunzig. Maar ja, ik ben er doorheen. Dit ziet er echt vet uit hoor, die banners. Het is wel een beetje een andere kleur geel. Klein beetje maar. Maar ik vind het wel vet. Dus nogmaals, laat het even weten in de reactie. Zo, hebben we weer wat laps? Nee, die laps hebben we straks nodig voor enchanten. Oké, nou ja, laten we eventjes gaan enchanten als allereerste. Zo, dan wil ik gaan enchanten. Niet mijn pickaxe, niet mijn zwaard. Die zijn allebei nu wel echt rete goed, moet ik zeggen. Mijn chestplate. Mijn chestplate vind ik wel gewoon erg belangrijk. Chestplate, daar heb je ook wel echt iets aan. Dus hopelijk komt hier iets episch op te staan. Dames en heren, moment der waarheid. Protection 3 is niet verkeerd. Dankjewel voor de protectie 3. Zo, klaar is Kees. Papier. Waar had ik dat papier bewaard? Volgens mij hier ergens ook een zeldzaam of zo had ik dat gedaan. Even kijken. Oh, hier heb ik in ieder geval die emeralds. Oh, best wel veel hebben wij gespaard. Nee, hier had ik in ieder geval geen papier. Nou, dan had ik het misschien in deze chest hier. Ja, papier. Papier hier. Dat is toch zo'n slogan van een blauwe container prullenbak? Papier hier! Ja, volgens mij is dat de slogan van hem. Oké, nou ja, we krijgen er niet heel erg veel voor, maar moet dan maar. Oh shit, wat moest ik ook weer voor die andere meenemen trouwens? Oh ja, cool. Helemaal vergeten. Oh, sorry. Pardon. Oh, dat was echt onbeschoft, sorry. Ik laat echt heel graag scheetjes, omdat meestal heb ik buikpijn. En als ik dan een scheetje laat, dan is het over. Dus als ik een scheetje laat, dan weten jullie wel hoe ik het doe. Het is wel altijd lullig, want soms heb ik buikpijn als ik bij iemand anders ben. En dan weet ik dat als ik een scheetje laat, dat de buikpijn weggaat, maar... Dan ben ik gewoon een beetje bang om een scheetje te laten. Want dan ben ik voor het eerst bij die persoon. En dan voel ik me gewoon lullig en schuldig als ik een scheetje ga laten. Dus ja, dat zijn wel die echte struggles. Hebben jullie dat ook een keer gehad? Ja? Vast wel, hè? Ja, vast wel. Die buttons, man. Oh, shit. Oh, shit, shit, shit. Yes! Eindelijk heb ik dus weer een zwaard. Waar als ik twee keer ga slaan, dat hij gewoon dood is. Bij die andere had ik alleen die knockback. Dat was echt heel vervelend. Ja, dit zwaard is duidelijk weer sterker. Nou, daar gaan we. Oh shit, ja, dat blok of kool kan ik niet inleveren. Nou, daar gaan we. Hopsakee. Gewoon totdat het niet meer kan. Zo, dit was wel echt even lekker cash hoor, die emeralds. Hoppakee. Nou, gaan we even evolueren. Wat heeft hij erbij? Oh, nou, dat is niet zo heel handig. Nou, een... Jeetje mina, wat overpriced zeg. Slaat dat nou weer op? Dat hebben we toch helemaal niet nodig? Nou, gaan we weer eens even levelen. Kom op, kom op, kom op nou. Nou, 18 emeralds voor protection 1. Ben toch niet gek? Ga ik ook echt even niet doen hoor.
Even kijken. Misschien gaat hij ons nog een hele goede deal geven. Heel misschien, als hij gaat levelen althans. Of laat je het hierbij? Laat je het hierbij? Oh, die iron is trouwens wel een super goede deal hoor. Nou, laat ik nog even wat iron erbij gaan halen. Misschien gaat hij dan nog even levelen. Oké, het is best moeilijk om daaruit te gaan. Maar als je er goed op let, dan lukt het wel. Komt u maar. Iron, hoppakee. Gewoon een heel blok weer mee. Hop, bam jongen. Boom. Ik moet even kijken wat ik binnenkort nog op mijn zwaard kan zetten. Want sharpness 3, unbreaking 3, knockback 2 is super goed. Maar misschien kan ik het toch nog wel even iets bovenop gooien. Een andere enchantment. Oh shit, doe ik weer hetzelfde. Hoppakee. Zo, hebben we er genoeg. Die erbij, die erbij. Nou, nu moet je wel levelen. En hopelijk ga je iets heel leuks doen voor mij en voor mijn kijkers. Wow, dames en heren, de full chain. Maar ik vind het ook niet echt helemaal waard. Maar ik vind het wel chill dat ik gewoon coal en zo kan inleveren voor emeralds. Want dan kunnen we sowieso die silk touch halen. Of is het silk touch? Maakt niet uit, jullie snappen wat ik bedoel toch? Oh, mand! Oh, ik was nog net en dan ook echt nog net op tijd. Als het goed is kan hij nu niks meer extra's erbij doen. Nee, volgens mij was dit het gewoon. Ja, we kunnen nog wel even één keer voor de Oh, yes! Ik ben level 30. Dit is echt een zieke manier om te levelen, dames en heren. Ik moet... Oh, wat? Huh? Deze is gewoon geleveld van één keer papier inleveren. Check dan. 9 boeken voor een emerald, een kompas, een bookshelf. Dat kan nog op zich best wel nice zijn. Oké. Super cool. Ja, dan ga ik even een boek pakken en 12 emeralds. Dan hebben we silk touch. Oh, daar gaat mijn zwaard. Alweer druk ik die Q in. Oké. Oh, auw. Oh, holy shit. Hij slaat gewoon die deur heen. Auw. Oh mijn god. Jongen. Ik heb nog helemaal geen archer gezien. Oftewel, een skeleton met pijl en boog. Oh, jawel, jawel. Oh, nee. Snel dood. Oké, jij ook snel dood. Ja. Wow. Als ik spring en sla is het echt heel hoog. Oké, beta heeft die bones gedropt. Ik hoorde hem hier doodgaan. Oh nee, toch niet. Yes, kijk, zien jullie wat het is? Ja, bones zijn hondenkoekjes geworden. Yahoo! Dat is een update van de texture pack. Ja. Nom. En nog even één keertje. Nou nee, laten we dat andere keer maar doen. Oké, laten we nog een klein beetje kool meenemen. Hoppakee. Gewoon even een beetje een overkill, maar dat maakt niet uit. Die ook gewoon mee. Zo. Even kijken. Wat wilde ik nou gaan doen? Enchanten. Nou, daar gaan we weer. Wat nemen we deze keer mee? Ik denk mijn... Nou, weet je wat we gewoon gaan doen? We gaan gewoon kijken wat ik het beste krijg. Even kijken. Lapis lazuli. Wat is het beste wat ik krijg? Als ik dit erin doe, krijg ik... Oh! Fire protection. Dat kan best chill zijn voor... Oh, fire protection. Dat kan best chill zijn voor... Oh, projectile protection. Dat kan best chill zijn. Maar ik denk dat ik voor deze ga. Ja, ik ben hier niet heel erg verdrietig over. Fire protection is een super chill voor in de nether. Laten we kijken wat ik... Oh nee, nu kan ik die level 30 niet doen. Hier krijg ik unbreaking op. En hier krijg ik... Projection. Protection 5. Maar... Als het goed is, als we nu naar die villages gaan en we gaan gewoon weer allemaal shitload aan stuff inleveren, dan worden we gewoon weer level 30. Ik heb dat eten ook nog. Zal het eten alweer klaar zijn? Ik ben heel erg benieuwd. Oh, bijna. Maar kijk, is ook wel aardig wat XP erbij. Oké, daar gaan we. Villages, here I come. En hopelijk gaan die villages een beetje vermenigvuldigen. En krijgen we nog villages erbij die we nog niet hebben. Wat is nou echt de beste villager? Laat het even weten in de reactie. Ik ben heel... Oh shit, ik ben een boek vergeten. Laat het weten in de reactie. Ik ben echt heel erg benieuwd. Oh shit, wat moet ik nou doen? Ja, ik drop die bank. Wow. Huh? Ging ze nou love maken? Of had ik nou... Lol. Ik dropte een bone en hij werd verliefd. Hij kreeg allemaal hartjes boven zich. Zagen jullie dat? Huh, nu weer. Wat? Is hij eindelijk liefde aan het maken? Wow! Gaan we het met elkaar doen of zo? Alsjeblieft. Oh mijn god, als ik daar getuige van mag zijn, zou het helemaal vet zijn. Ik heb nog nooit... En dan... Oh nee, hier is die boom op de grond. Waarom deed hij dat dan? Oh, geen flauw idee. Oké. Kom hier jij. Hoppakee. En hoppakee. En hoppakee. Kom maar hier met die XP. Oh yeah.
Nou, gaan we even zogenaamd levelen. En dan kan ik gewoon weer de rest inleveren. Hop, sakee. Nou, gaan we nog even een keertje level 30 worden, dames en heren. Oh shit, dit kan niet meer. Oh, pardon. Dat was een boertje. Oh, man, oh man. Oh, bijna, bijna. Gaan we even levelen. Oh, kijk, hij was weer liefde aan het maken. Holy shit. Oh mijn god, dit is echt awesome. Ik hoop echt dat hij wat gaat doen uiteindelijk. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. En waar we al heel erg lang op hebben gewacht. Yes, ik ben alweer level 30. Oké, ik ben echt benieuwd wat jij gaat doen. Ik zal nog wel even een boekje voor je halen. Misschien, dat heb je wel verdiend. Omdat je de hele tijd hartjes boven je krijgt. En als het goed is, even een shortcut. Ja, ja. Ktsch. Oh, holy shit, dat was ook in één keer dood. Heb ik hier een boekje in zitten. Kijk eens aan, dames en heren. Nou, laten we even gaan enchanten. Wat is het beste? Is het nog steeds die protection op die broek? Ja, nog steeds die protection. En hier, unbreaking. Ik ga voor die protection. Oh, en unbreaking erop. Dat vind ik niet slecht. Dat vind ik niet slecht. En we kunnen nu alvast zien wat deze krijgt. Fire protection. Die wil ik eigenlijk nog wel hebben. En als we die echt per se willen hebben, dan kunnen we die ook nog wel halen, denk ik. Oh, weet je wat ik gewoon doe? Ik pak gewoon de helft daarvan. Zoek. Nu ben ik echt in één keer helemaal vol. Wow, check hoeveel emeralds. Gewoon 1,5 stack, dames en heren. Als het goed is hebben we nu in totaal 2 stacks. Wow. We worden rijk. Yes, we worden rijk. Vloeiend rijk. We gaan er ooit nog een keer een regenboog van maken. Maar ik vind dit echt al een heel erg mooi beginnetje. En echt heel erg vet. Ik moet even een aparte pickaxe trouwens hebben om die silk touch op te doen. Holy shit. Oké, daar gaan we. Deze. Oh. Soms, hè, dames en heren, ben ik echt zo noob. Vergeet ik gewoon die emeralds weer. Ah, oh, echt waar. Super stom. Echt super stom. Ja, komt helemaal goed. We hebben alle tijd. We hebben alle tijd. Hopelijk hebben jullie ook alle tijd. Damn. Ik merk gewoon altijd dat... Hebben jullie dat wel eens? Dat jullie je echt zwaar hard stressen. Maar... Dat het meestal gewoon je eigen schuld is. Want ik heb wel eens... Dan wacht ik echt met een video bewerken op het allerlaatste moment. En dan is het echt kei. En dan ook echt keihard stressen. Om de video nog op tijd te krijgen. Het lukt eigenlijk altijd wel. En daar leer je van. Want... Oh, kijk of hij heeft geëvalueerd. Wow! Wat? 2 written books. Dus geschreven boeken voor een emerald. Voor een klok. Oh, nice. Die klok is op zich wel leuk. En voor glas. Oké, dat vind ik het niet helemaal waard, maar... Oké. Maar dat je dan heel erg aan het stressen bent en dan soms is het gewoon je eigen schuld omdat je gewoon te laat bent begonnen met iets of zo. Ik heb dat best wel vaak in het verleden gehad, maar ik heb er gewoon heel erg veel van geleerd. En ja, de laatste tijd gaat het wel... Holy moly! Dames en heren! Ja hoor! Kijk! Yes! 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 Man, wat ben ik blij! Eindelijk, hoe heeft dit kunnen gebeuren nu? Gewoon, zomaar, in één keer! Bats, boom! Hoppakee! Ik ben zo blij dat jij er bent. Ik ben zo blij dat jij er bent. Ik ga jou een naam geven. Ja, dat ga ik gewoon meteen deze aflevering doen. Ik ga jou een naam... Ik noem jou het wonderkind. Ja, ik noem het de wonderkind. Oké, ik ga bij jou nog even wat levels jatten. Ja. Hoppakee, dat is sowieso het wonderkind. Ik denk dat echt een perfect... Mand! Perfecte naam is voor jou. Oké. Oh, dit is echt zo ideaal. Ik had nooit geweten dat het zo chill zou zijn om fillertjes te hebben. Jullie wel? Echt nooit geweten. Oh man, hier kan ik zoveel levels eigenlijk vandaan halen. Gaan we weer levelen. Kan ik weer opnieuw inleveren? Toe maar. Ja, dankjewel. Dit is een soort van bank. Ik denk dat je het wel zo kan noemen. Zo. Ik zag trouwens nog heel erg veel leuke reacties. Maar ik had deze aflevering wel aardig wat. Maar ik dacht, weet je wat? Ik ga er gewoon heel erg veel gewoon opslaan. En bewaren voor de volgende aflevering. Dus jullie zullen de volgende aflevering wel heel erg veel reacties weer voorbij zien komen. Als jullie nog een hele toffe reactie hebben, dan... Laat het gewoon achter. Ik sla ze op en ik ga ze dan gewoon een andere keer weer gebruiken. Komt helemaal goed. En ik ga dan trouwens ook nog eventjes de reacties op de muur schrijven. Dat moet ik natuurlijk niet vergeten. Want anders dan is het weer iets wat ik zeg en wat ik niet nakom. Dat vind ik niet leuk. Ja hoor, dames en heren. Ik ben gewoon alweer level 30 geworden. Nou, dan gaan we
weer lekker enchanten. En zo makkelijk kan het zijn, hè. Iedereen baalde er een beetje van. Dat begrijp ik heel goed. Dat ik dood was gegaan in de Nether. En er werd zelfs gesmeekt of ik in game mode wilde gaan. En of ik mijn items terug wilde spannen. Maar ik heb het niet gedaan en daar ben ik zo ongelooflijk blij mee. Want moet je kijken, dames en heren. Ik heb het gewoon terugverdiend. Fire Protection. En ik heb weer heel armor wat enchant is. Ik heb een goed zwaard. Ik heb een goede pickaxe. Ik heb hier een Silk Touch boek. Die ik trouwens even bij de Enchanted Books ga doen. Oh man. Beter kan haast niet, dames en heren. Hoppakee. Dit erbij. Dit erbij. Oh man. Oh man. Oh man. Nou, dit allemaal weer even terug in. Hoppakee. Kool weer terug in. Hoppakee. Eten gaan we even brengen naar die chest. Ik denk dat dit een zeer geslaagde, succesvolle Minecraft aflevering was. Ook al deed ik hem gewoon in mijn eentje. Banners ga ik nog later bijmaken. Deze moet ik nog even in die enchant books doen. Het is dus heel eventjes wennen wat ik precies hierin heb staan. Maar ik vind het al wel echt een hele vooruitgang. Heb ik hier nog... Ik had niet... Oh, ik had nog Fortune 1 hier. Lol. Even kijken. Nou, voor de rest niet echt hele bijzondere. Ik heb hier... even kijken. Luck of the Sea Fortune. Sharpness 5. Holy shit. Ik heb... Of 4 bedoel ik. Ik heb hier Sharpness 3 op. Heb ik ergens Sharpness 3? Oh, dat zou zo sick zijn. Oh, nee. Jammer. Echt jammer. Als ik Sharpness 3 had, dan had ik die samengevoegd met deze. En dan was het... Sharpness 5, bestaat dat? Volgens mij bestaat dat geen eens. Ik weet het niet. En Unbreaking hoger staat ook niet. Knockback 2 is ook al het zwaarste wat je kan hebben. Hier heb je Sharpness 4. Nee, dit is verder nergens iets met Sharpness. Ik zag wel Power. Ja, ik ga hem dan later nog wel even een keertje episch upgraden. Maar ik denk dat het al heel vet is. Ik ben volgens mij helemaal niks vergeten. Tenminste, dat hoop ik. Volgens mij heb ik nu alles gedaan deze aflevering wat ik wilde doen. Dus dames en heren, ontzettend erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog achter te laten. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie morgen bij een gloednieuwe aflevering om 7 uur. En dan zeg ik, dikke, vette, peace. Oh my god, ik was gewoon wat vergeten. Ik weet het, dames en heren. Sorry. Ik ben speciaal teruggekomen uit mijn bed. Daarom zit ik hier nu ook in mijn blote body. Ik zou namelijk nog... Ja, dat komt hier voor de mensen die het ook vergeten waren, net zoals ik. Een naam geven aan de villager. Dus laten we hem hierin doen. En dan noemen we het Wonderkind. Kijk eens aan. Kost maar één leveltje. Geen enkel probleem. En we gaan even naar het wonderkind toe. Nou, even kijken. Waar is dat wonderkind gebleven? Is hij nog steeds hier ergens? Het ziet er zo droog uit, hè? Als ik hier zo doorheen loop, zo... Durp. What the fuck doet deze hier? Holy shit. Wow, what the fuck doet hij hier? Hoe kan dat? Oké, nou ja, anyways. Oh, zijn jullie alweer lekker bezig? Goed zo, doe maar. Oké, komt ie, dames en heren. Yes! Wonderkind! Wow, jouw naam is zo groot en jij bent zo klein dat... Juist, het zit een beetje door elkaar heen. Maar alsjeblieft, ga maar weer wat leuks doen, dames en heren, villagers. Dan zou je me heel erg blij maken. Het zou tof zijn als ik de volgende keer een aflevering begin en dat er weer iemand bij is. Dames en heren, deze keer wel. Tot ziens. Doei! Knol Power! Knol Power!